Hallo jongens en meisjes. Ofa, Faigo, hoe gaat het? Como estás? Misschien praten sommigen van jullie Spaans, ik weet het niet. Maar ik hoop dat het goed gaat met jou. Hoe gaat het op school? Want we naderen het eind van het schooljaar. Nou, en het is niet altijd even makkelijk, no? Want eerst was het COVID, toch? Dan kon je niet naar school gaan. Nu, de laatste tijd, regent het zoveel. Sommige kinderen konden niet naar school gaan omdat het zoveel regende. Scholen waren onder water. Toch? En boy, en nu als het niet regent, dan is het zo heet. Ach, elke keer weer is het iets, no? Maar, hey, volhouden, volhouden. Als het nou regent of als de zon schijnt, als het fel is of niet, doe je best en focus. Focus, doe je best op school, zodat het een mooi schooljaar wordt. Aan het eind daarvan, leer je les, doe je best. Doe het, want anders heb je er later misschien spijt van. Ja? Mooi. Ik ben broeder Rissa en vandaag heb ik ook weer een verhaal voor jullie. En dan moeten jullie focussen op dat verhaal. Word je rustig en stil? Laten we bidden voordat ik begin met het verhaal. Lieve Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor deze mooie dag die u ons heeft gegeven, waarop we weer naar een verhaal kunnen luisteren van u. Heren, kunt u zijn bij de kinderen, dat ze stil worden, dat ze rustig worden. En dat ze mogen horen en begrijpen wat ik aan ze zal vertellen in het verhaal. Heer mijn God, wees bij hun. Vader, dat ze u beter leren kennen en willen meer van u zullen willen leren weten. Vader, zo bid ik u dit in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. 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 Nou, jullie hebben al een paar keer verhalen gehoord over een bepaalde man. Een bijzondere man. En dan denk je, ik weet het al, Jezus. Het verhaal gaat ook over Jezus. Maar als je de serie hebt gevolgd, dan weet je dat ik iemand anders bedoel. Hij heet Elia. Hoe heet hij? Elia. En wie was Elia? Elia was een man. En hij leefde lang terug. Nu 1100 jaar terug, misschien zelfs. Ja, heel lang terug. Leefde hij. En wat belangrijk is om te weten, deze Elia, hij is niet doodgegaan zoals mensen vandaag doodgaan en dan gaan ze in een kist en dan worden ze begraven. Nee, deze Elia is opgenomen. Dus hij is niet begraven, maar hij is opgenomen. Hij is verdwenen. Wacht, er is een plaatje dat jullie misschien al hebben gezien de vorige keer. Kijk hier een plaatje waar je ziet. Hoe hij is opgenomen. Hij is naar de hemel gegaan in een koets met een wagen, dus met paarden, vuur. Zo is dat gegaan toen. Wel, en het verhaal dat ik vandaag vertel, daarin komt Elia ook voor. Maar het begint zo. Laat me even jullie een ander soort vraag stellen. Zou jij een koning willen zijn? Of als je een meisje bent, een koningin? Als je een koning bent of een koningin, dan ben je rijk, toch? Dan heb je dure kleren, je hebt gouden ketting en sieraden. Je kan eten wat je wil, toch? Je kan gaan waar je wil. Misschien heb je een private jet, toch? Vroeger zou het misschien een private chariot zijn. Een koets met paarden, met een deur zo, toch? Netjes gesloten met bewaking, safety guards, weet je? Je zou het goed hebben, hoor. Maar, weet je, ik ken een kort stukje van een verhaal van een koning. Hij heet koning Alfred van Engeland, die maar 4 jaren goed had. Na die 4 jaren kwamen er vijanden in het land en het werd zo gevaarlijk voor hem dat hij moest vluchten. Hij moest vluchten voor zijn leven, anders zouden ze hem doodmaken. En weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft zich vermomd. Dat wil zeggen, hij heeft andere kleren aangetrokken. Ik weet niet, misschien had hij zijn gezicht een beetje vuil gemaakt, zijn haar in de war gezet, zo. Alleen dat ze hem niet zouden herkennen. En zo was hij dus nog steeds in het land, maar verborgen, vermomd. Men wist niet dat hij het was. En hij kwam zo bij een arme boer en zijn vrouw terecht op een boerderij. En hij vroeg: mag ik bij jullie blijven? Ik heb geen huis, ik heb geen eten.
En weet je hoe het was? Deze boer en zijn vrouw, ze waren gemene mensen. Ze spraken ruw, schalden hem uit. Dus ze hebben hem wel genomen, maar ze waren verschrikkelijk onaardig tegen hem. Hij moest letten op koeken die ze had gezet in de oven, dat ze niet zouden, dat ze op tijd eruit zouden gaan. Hij heeft het een beetje te lang gelaten, is een beetje bruiner geworden. En boy, ze is tekeer gegaan tegen hem. Boy, stel je voor dat ze wist dat hij de koning was. Shintori, ze zou zich verschrikkelijk schamen. Toch? Want ze wist niet dat hij de koning was. En weet je, dan kom ik nu op Jezus. Jezus is ook een koning. En Jezus was op aarde, maar hij was niet rijk. Hij komt uit de hemel in eerste instantie hoor. Hij heeft de hemel verlaten waar hij alles had wat hij wilde, wat hij nodig had. Alles had hij daar. Hij leefde geweldig met zijn Vader God in de hemel. Maar om jou en om mij is hij naar de aarde gekomen. En heeft hij hier geleefd als iemand die niet rijk is, arm. En ook hem hebben mensen uitgescholden. Ook hem hebben mensen lelijk behandeld. Maar weet je waarom hij het heeft gedaan? Hij heeft het gedaan voor jou en voor mij. Hij heeft een voorbeeld aan ons gegeven van hoe we moeten leven hier op aarde. We moeten aardig zijn voor elkaar. We moeten kinderen in de klas niet pesten of collega's aan het werk als je groter bent. Je moet niet pesten. Je moet niet lelijk doen tegen anderen. Je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Stel je voor, je bent lelijk tegen iemand. Toch? En je doet die persoon pijn. Later, je weet niet wat er gaat gebeuren. Wanneer je een werk zoekt misschien, dan zie je, je moet je brief schrijven en je moet het sturen naar iemand. En wanneer je gaat om een sollicitatiegesprek te voeren, toch, om die mens, dat die mensen je nemen daar aan het werk, dan zie je dat je met diezelfde persoon moet praten tegen wie je lelijk bent geweest. Hoe ga je je voelen? Is weary toch? Is niet goed? Toch? En je weet maar nooit wanneer je zelf later kinderen hebt en je kinderen willen ergens werken of zo. En er is iemand lelijk tegen ze. En waarom is die persoon lelijk tegen ze? Omdat jij samen met die persoon in de klas zat. En die persoon denkt, oh je bent kind van die en die. Wachtimosorio. Toch? Het mag niet. We moeten aardig zijn tegen anderen. Al zijn ze lelijk tegen ons. Maar hey, let op hoe je bent en wie je bent. Doe goed. Doe lief. En dan komen we terug op het verhaal. De Heere Jezus was op aarde. Hij leefde op aarde en sommige mensen geloofden wel dat hij de Zoon van God was, maar andere mensen niet. Een paar van die mensen die geloofden dat hij de Zoon van God was, waren zijn discipelen. Hij had 12 discipelen. Nou, laat me jullie een plaatje tonen waar je hem ziet met zijn 12 discipelen. Kijk hier. Dan zie je hem met zijn discipelen. En wat deed hij? Hij leerde ze lessen. Heel belangrijke lessen voor hoe je moet leven en wat God van ons wil. Zodat het goed gaat met ons hier op aarde. Als je doet wat God wil dat je moet doen, geloof me, het zal goed gaan met je. Hij zal voor je zorgen. Hoe duur dingen dan ook kunnen worden in de winkel of wat er dan ook kan gebeuren. Mensen worden ziek om je heen of jij wordt misschien ook ziek. Je zal beter worden, je zal sterker worden. Je zal anderen kunnen helpen. En dat leerde Jezus dus onder andere aan zijn discipelen, hoe ze moesten leven. Uit die 12 discipelen had hij 3 discipelen waar hij een extra goede band mee had. Dat waren Petrus, Johannes en Jacobus. Dat waren 3 discipelen met wie hij dingen deelde die hij niet met alle 12 deelde. Of hij vertelde ze soms een beetje meer. Op een dag ging Jezus op een berg. De berg Hermon. Hoe heet die berg? Hermon. Nou, en waarom deed Jezus dat? Hij deed het vaker. Om ergens naartoe te gaan, op een berg soms, of op een afgelegen plaats, ergens waar hij alleen kon zijn, om te bidden tot God. Bid jij tot God? Echte, bid je tot God? Je moet bidden hoor. Als je echt van God houdt, dan moet je praten met hem. Je mag hem vragen stellen ook. Dat deed Jezus. En hij bracht deze 3 discipelen
Petrus, Johannes en Jacobus mee op de berg Hermon om daar zo te bidden. En zo gingen ze dus daar. En het duurde hoogstwaarschijnlijk lang toen Jezus ging bidden. Want hoogstwaarschijnlijk zijn die discipelen in slaap gevallen terwijl Jezus nog aan het bidden was. Gebeurt dat ook met jou? Misschien 's avonds als je gaat slapen. Voordat je gaat slapen, dan moet je ook bidden, toch? En blijf je wakker om te bidden? Of is het, Heere God, dank u wel. Misschien val je in slaap. En ik zal eerlijk zijn, soms is het ook met mij gebeurd. Soms ben je zo moe, maar je wil niet gaan slapen zonder te bidden, toch? En wat doe ik dan? Dan sta ik op. Dan loop ik om niet in slaap te vallen, want ik wil bidden, toch? Niet altijd lukt dat. Soms denken we, ik ga even liggen en dan ga ik bidden. Maar wanneer we liggen, onze hoofden zijn op dat kussen gekomen, boep, zijn we weg. Toch? Maar laten we proberen om steeds te bidden en niet in slaap te vallen. Toch? Maar weet je, deze discipelen die met Jezus op de berg waren gegaan, de berg Hermon, die zijn in slaap gevallen. Toch? En waarom zeg ik dat? Op een gegeven moment werden ze wakker. En wat maakte ze wakker? Hoogstwaarschijnlijk was het licht dat daar was. En wat voor licht was daar dan? Want er was geen stroom, er was geen IBS, daar zo op die berg. Toch, er was geen straatverlichting en het was al dag. Dus dan, hoe kan het licht worden? Maar weet je wat er gebeurde? Toen Jezus zo aan het bidden was en hij zo diep in zijn gebed was, begon hij zelf licht te geven. Hij begon zelf te stralen. Toch? En Jezus was niet alleen. Ze zagen nog twee mensen bij Jezus. Die discipelen. Weet je nog wie dat waren, die drie discipelen? Petrus, Johannes en Jacobus. Ze zagen nog twee andere mensen bij Jezus. En ze wisten wie die mensen waren. Hoe komt het? Ik denk dat Jezus hun namen noemde, of ze noemden elkaars naam. Of ze hebben ze op de een of andere manier herkend uit de verhalen die ze hebben gehoord. Misschien ken je het verhaal al. Wie waren deze twee mannen die ook met Jezus daar waren? En ze glommen ook. Ze waren ook licht, net als hoe Jezus licht was. Het waren Mozes. En over wie heb ik jullie verteld aan het begin van het verhaal? Elia. Elia, een profeet. Ja, twee profeten waren dus daar, want Mozes was ook een profeet. Waren daar zo met Jezus. En ze spraken met Jezus. Hier zie je nog even Jezus, dat hij aan het bidden was. Toch? Tot zijn Vader in de hemel. En hier zie je Jezus met Mozes en Elia. En ze spraken met elkaar. En waarover spraken ze? Ze waren voorbereidingen aan het bespreken. Dingen die zouden gebeuren. Welke dingen zouden gebeuren? Jezus zou sterven. Jezus zou doodgaan. En ze waren daar om met Jezus te praten daarover. Wat er zou gebeuren. Hoe het zou gebeuren. Wanneer het zou gebeuren. En Jezus wist het al. En hij had het vaker aan zijn discipelen gezegd, maar elke keer vergaten ze het. Maar deze keer, hoe er drie discipelen erbij waren, en ze hebben gezien en gehoord dat er twee andere mensen zijn gekomen om met Jezus erover te praten, dan was het nog beter gaan zitten in hun hoofd van, wacht, er gaat iets gebeuren. Maar toen ze zo wakker werden, toch, en zagen dat er waren nog twee mensen bij Jezus, dan zijn ze Jezus gaan vragen, Jezus, moeten we misschien drie tenten maken? Eén tent voor u, één tent voor Mozes en één tent voor Elia. En nog voordat ze antwoord kregen, terwijl dat werd gevraagd aan Jezus, wat gebeurde er? Er kwam één dikke wolk. Je kon niks meer zien. Niemand meer zien. En weet je wat er toen gebeurde? Er was een stem die je kon horen. En van wie was die stem? Die stem was van de Heere God, de Vader van Jezus.
En wat zei die stem? Die stem zei: dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En als ze nog twijfelden of Jezus de zoon van God was, nu moesten ze het wel geloven. Zoveel dingen die zijn gebeurd die je niet kan verklaren. Toch? Jezus glimt. Twee glimmende mannen bij hem, Elia en Mozes. Mozes was al langer dan 1400 jaar niet meer op aarde. 1400 jaar. Maar Mozes was ook niet dood gegaan, net als normale mensen. Hè? Ik bedoel, als wij zien doodkist in de grond of in de oven verbranden. Zo. Nee. Mozes was ook weg, opgenomen. Net als Elia, opgenomen. Dus Jezus sprak niet tot dode mensen. Hij sprak tot twee profeten die waren opgenomen en nu terug waren gekomen. Wat een wonder. En behalve dat, ineens, behalve dat ze gingen glimmen ook, boom, een wolk. Dat je niks om je heen kon zien. En wat daarna? Een stem uit de hemel. Boy. Zou je niet een beetje bang worden en misschien, wow, wat is dit? Toch? Wonder op wonder op wonder. Toch, dus ze moesten het geloven dan. En die wolk ging weg. En ze zagen Elia en Mozes niet meer. Alleen Jezus zagen ze daar. Alleen Jezus zagen ze daar. Nou, en zo heeft Jezus dus vaker dingen verteld aan zijn discipelen en zijn lessen geleerd. Hij heeft geëvangeliseerd. En zo moeten ook wij evangeliseren. Weet je wat dat is? Evangeliseren? Mensen de blijde boodschap brengen. Mensen vertellen, als je in Jezus gelooft, als je doet wat Hij wil, dan kan je ook naar de hemel gaan. Waar Hij nu is. Want vijf dingen kan je onthouden. Net als je vijf vingers hebt. Jezus is gekomen op aarde. Hij heeft geleefd op aarde en is gestorven. Maar Hij is niet gestorven gebleven. Hij is opgestaan uit de dood. En nadat Hij is opgestaan uit de dood, is Hij opgevaren naar de hemel. Net als hoe Mozes, voets, en Elia, voets, is Jezus ook, voets, naar de hemel gegaan. Opgenomen in de hemel. Maar Hij gaat niet daar blijven. Hij komt terug. Dat is die vijfde. Hij komt terug. En als Hij terugkomt, komt Hij om ons, als je in Hem gelooft, mee te nemen. Hij komt niet helemaal op de aarde, wanneer Hij terugkomt. Hij gaat op de wolken komen. Iedereen gaat Hem kunnen zien. En dan gaan wij op, net als hoe Mozes poets, en Elia poets, en Hij poets, gaan wij ook poets. Wil je niet ook opgenomen worden? Toch? En bij Hem gaan in de hemel, waar alles goed is, waar er geen ziekte is, geen armoede, geen pijn. En ik denk, geen moeilijke lessen om te leren, om repetitie te maken en bang te zijn, heb ik het goed gedaan of ga ik een onvoldoende krijgen, gaat mama en papa boos op me worden. Nee, het gaat anders zijn in de hemel. Toch, het gaat anders zijn. Wil je dat niet? Wel, dan moet je geloven in de Heere Jezus en je moet Hem in je hart nemen. Je moet bidden tot Hem. En behalve dat, je moet het ook vertellen aan anderen, zodat zij ook niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben, wanneer ze in Jezus geloven. Wil je de Heere Jezus in je hartje nemen? Zullen we bidden? Zeg maar na. Als je Jezus nog niet in je hart hebt genomen, zeg maar na. Maar al heb je Hem al in je hart genomen, je mag het ook nog een keer bidden. Ja? Worden we stil? En dan gaan we bidden. Heere God, je mag me nazeggen. Heere God, dank U wel dat U Jezus voor mij stuurde op aarde. Hij heeft voor mij geleefd op aarde. Hij heeft mij het goede voorbeeld gegeven. Hij is ook voor mij aan het kruis gestorven. Voor mijn zonden. Voor mijn stoute dingen. Dank U wel, Jezus,
dat u voor mij aan het kruis bent gestorven. Ik geloof in u en dat u Gods zoon bent. Ik wil ook een kind van God zijn. Dank u wel, Jezus, dat ik dat kan worden. Amen. 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 Als jij dit gebed hebt gebeden, dan ben jij ook een kind van de Heere God geworden. Jezus is de Zoon van God en jij bent ook een zoon of een dochter van God. Samen met Jezus. Dus Jezus is als jouw broer. Hij is als jouw broer. Alles wat Jezus krijgt van God, krijg jij ook van God. Want jij bent nu ook een kind van God. Wanneer je bidt, zal God nu naar je luisteren, want je bent een kind van hem. Als je geen kind van God bent, dan kan hij niet naar je luisteren. Al hoort hij je, maar hij kan je niet geven wat je wil, want je bent zijn kind niet. Toch? Maar wanneer je een kind van God bent, dan kan hij je wel helpen. Dan kan hij je wel geven wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt. En hou het niet voor jezelf. Vertel het ook aan anderen. Zodat zij Jezus ook in hun leven kunnen aannemen. Ja? Zal je dat doen? God zal daar extra van je houden. Als je evangeliseert. Als je anderen vertelt over hem. En tot zover dit verhaal. Ik hoop dat jullie genoten hebben ervan. Geleerd hebben eruit. En hou het niet voor jezelf. Maar vertel het aan anderen. En dan hoop ik jullie weer te zien bij dit kinderprogramma de volgende keer met een nieuw verhaal. Tot dan zeg ik doei!
slot. Is je deur nog op slot van je k? Doe hem open voor God, want de Heer. Wat ik mis, is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot van je kruis?